Mag ik u namens de minister van Openbare Werken vanmorgen welkom heten bij dit moment van installatie van de werkgroep Oplossingen Verkeersproblematiek Suriname. In de vergaderzaal van het ministerie van Openbare Werken is de werkgroep Oplossen Verkeersproblematiek Suriname ingesteld. De taak die deze werkgroep heeft is duidelijk. De situatie in het verkeer van ons land vraagt om aanpak van dit vraagstuk. Sommige zaken kunnen zonder geld op een eenvoudige wijze worden opgelost. Dit team van experts onder leiding van Danny Lofusang heeft het voorstel meegehad om de input van de samenleving mee te nemen bij het samenstellen van een werkbaar plan. Belangrijk bij het verkeer is eigenlijk een samenspel van de drie E's. Denk engineering, education en enforcement. Dat zijn de drie zaken die, weet je, eigenlijk samen moeten vloeien om eigenlijk een samenhangend pakket van activiteiten samen te stellen en daarop de verkeersproblematiek los te laten. We weten dat we in moeilijke financiële tijden zijn, maar desalniettemin moeten we werken. Niet alles kost geld. En voor wat politieactiviteiten betreft, we moeten kijken naar de manier hoe rijles wordt verzorgd, hoe het examen wordt afgenomen en de regeling omtrent rijbewijzen. Je hoort dat er zoveel zaken plaatsvinden, corruptie, mensen die niet gekwalificeerd zijn, niet goed beoordeeld zijn. Krijgen een rijbewijs. Maar daarnaast is het ook belangrijk om een goede wetgeving te hebben. En dit is de aanzet. We praten nu van een werkgroep. Maar ik denk dat we naar een hoger niveau moeten gaan. Dus dat in samenspraak met mijn collega van OW gaan we dat aanpakken. Dit zijn wat woorden van mij, maar ik ga mijn gedachten, ik ga me ook laten adviseren hoe we moeten doen met de nieuwe wetgeving. Materiaal dat nodig is om een goede handhaving uit te rollen. Ik heb vanmorgen nog een rapportage gekregen dat we een tekort hebben aan ademanalyseapparaten. Ook aan flitsapparaten hebben we een tekort. Dus als justitie gaan we werken aan deze dingen. En ik wens u dus succes toe met uw aanstelling. We hebben deze opdracht met plezier in ontvangst genomen. Net wat u zei, zijn bekende gezichten die wel eens met het beeld hebben gehad. Ik ga er maar één voorbeeld aan, heel actueel. De kranten staan vandaag bol van een meisje van 13 jaar die gramoxoom heeft gedronken. 3 dagen lang. Heel drama, het is een drama. Maar er gaan 50, 60, 70 mensen dood per jaar in het verkeer. Dat wordt als een normale zaak geaccepteerd. Er belanden ongeveer 4.000-5.000 mensen in de spoedeisende hulp. Dat is ongeveer 15 per dag vanwege verkeer. Niemand praat erover. Laat staan, wat kost dat de staat allemaal? Belangrijk. Dit is een hele mooie uitdaging. Ik ben erg blij dat er een wel een goede samenwerking tussen justitie en openbare werken, omdat het zowel infrastructurele aanpassingen vereist, wetgeving en handhaving vooral. Ik heb er altijd van gedroomd, is er aan mocht zien, als je echt goed opgezette verkeerscontrole op gang zet, moet je van tevoren groot terrein reserveren.
En je moet die voertuigen in beslag nemen een week lang. Dan ga je zien wat er gaat gebeuren in het land. Dat moet je doen. Er is geen enkel land in de wereld waar zwaardere boetes hebben geleid tot veilig verkeer. Dat bestaat niet. Je moet andere dingen doen. In elk geval, we gaan aan de slag. Dat is een hele belangrijke en eervolle opdracht. En dan zullen we natuurlijk met al onze ten dienste staande middelen, netwerken binnen land en buitenland, proberen daar gestalte te geven. Bedankt. Laat me u vertellen wat de aanleiding is geweest dat we over zijn gegaan om een werkgroep te installeren. Los van het feit dat als nieuwe minister ik kennis maakte met een aantal van jullie, onmiddellijk, kregen we ook op ons bord heel veel verzoeken, aanvragen, vooral van drempels, maar ook gewoon verkeersproblemen die opgelost moeten worden. Elke dag ingekomen stukken. Dus ik sprak met de directeur en ik zei van, op deze manier komen we niet vooruit. Laten we een groep van experts vragen. Ik weet toevallig, omdat ik bijvoorbeeld al jaren meneer Lovosan ken en hij heeft me altijd een verhaal verteld, dat heel veel dingen in laden zijn. Dus het eerste wat zal moeten gebeuren is heel veel van dit soort rapporten, studies, die in laden zijn, weer naar boven halen. Zelf kom ik ook uit de wereld van wegenbouw en verkeer en blablabla. Bla bla. En je ziet dat sommige dingen kosten niet veel geld. Dus we kunnen sommige dingen waarschijnlijk op heel eenvoudige manier oplossen. Toch, soms is het alleen maar een bord dat er niet staat. Het moet gebeuren. Dus we gaan vragen aan de werkgroep om alles weer een beetje uit de lade te halen. Dat is één ding. Tweede ding is ook voorstellen te doen, eventueel als er wetswijzigingen moeten komen, dan gaat de minister van Justitie en Politie dat op zich nemen. Derde ding is, we hebben dat hier ervaren en we zijn bezig, meneer Wip weet dat, dat bij veel verkeersoplossingen vaak we niet luisteren naar de gemeenschap. We betrekken ze vaak niet erbij. Dus een van de dingen die ik zelf adviseer is ook om de lokale gemeenschap bij te betrekken, zodat ze weten wat de impact van een beslissing zal zijn en wat de gronden zullen zijn. Dan hebben ze een beetje die geruststelling. En dan weten ze ook, moet ik mijn tent uitbreiden of niet? Ja toch? Dat hebben we ervaren de afgelopen dagen. Het beleid van de regering is sowieso dat wij ondernemerschap willen stimuleren. Dat we werkgelegenheid willen stimuleren. Maar we gaan het niet doen ten koste van alles. Ja toch? Dus dat moet je onthouden. Dus waar we veilige oplossing kunnen bedenken, willen we dat. Als ministeries, bij de ministeries sowieso. En vandaar deze werkgroep inderdaad, die we gaan vragen de eerste aanzet te geven hiervoor. U moet ook weten dat zeker wat het ministerie van Openbare Werken hebben we met de staf beslist in het beleid dat 2021 het jaar van veiligheid moet worden. We gaan meer investeren in veiligheid. Omdat dat vaak heel kleine zaken zijn die gedaan moeten worden. Al is het een voetpad dat afgemaakt moet worden, maar we gaan kijken als we het kunnen afmaken. Toch, er zijn heel wat halve voetpaden aangelegd afgelopen jaren. Toch, als we de borden moeten schoonmaken, want sommige zijn zwart geworden, dan gaan we dat doen. Dat is een stuk veiligheid voor de mensen in het verkeer. Als die zebrapaden een beetje beter geverfd moeten worden, gaan we dat doen. Toch, ik ga je een voorbeeld geven dat ik een bedrijf heb gevraagd, ga een nieuwe verf voor me ontwerpen voor Suriname, dat de hogere eisen voldoet. Toch zijn die emmers al opgehaald, ze hebben emmers ter beschikking gesteld, we gaan proberen, ik ben benieuwd. Toch, we gaan pilot uitvoeren. Dus dat alles in het kader van veiligheid. En hier zitten een aantal top experts van verschillende vakgebieden, dus laten we kijken. In een vorig gesprek zei ik bij de minister van Justitie, laten we alvast kijken wat we gaan krijgen aan voorstellen, wat de oplossingen zullen zijn. Dan gaan wij als ministers het uitvoeren. Maar vanwege de bureaucratie hebben we gemeen dit snel te doen. Omdat verkeersveiligheid kan niet wachten op een hele lange berenprocedure bij de Raad van Ministers. Dus als dit goed werkt, dan zijn we bereid om de werkgroep te verheffen tot de commissie. Maar je weet, dan moet je naar de Raad van Ministers. En dan kom je naar andere molen. Dan ben ik weken verder. Toch? Ondertussen heb je elke dag een ongeluk. Ja, toch? Dus leden van de werkgroep oplossing en verkeersproblematiek in Suriname.
is misschien beperkt tot de twee grote districten, Paramaribo, Wanica, maar jullie mogen de vrijheid nemen om ook wat gedaan is aan studies in misschien Kommerwijnen of Para ook mee te nemen. Ook in Para heb je een probleem. Toch? De schoolbus, het is een mooie highway, maar de schoolbus zit langs de weg. Toch? En je weet, er is een keer van mijn ongeluk gebeurd. Dus het kost niet veel om een inham te maken. Toch? En dit komt vanuit de burgers en we moeten beleid op loslaten. Als u zegt, overal waar bussen zijn, moet er een inham zijn. Ik zeg maar wat hoor. Dan gaan we dat uitvoeren. Toch? Dan moeten we dat uitvoeren. Net wat ik zeg, verkeersveiligheid 2021 staat hoog op de agenda voor beide ministeries.